Zo werkt een vaste rente. Wanneer je ervoor kiest om met Rabo Toekomst Sparen of Rabo Doel Sparen iets extra's op te bouwen voor later, dan kun je bij Rabo Toekomst Sparen kiezen uit een vaste rente per inleg of variabele rente. Bij Doel Sparen is er altijd alleen een vaste rente per inleg. Heb je zo'n spaarrekening met vaste rente? En wil je een bedrag inleggen? We leggen de vaste rente in 6 stappen uit. We kijken eerst naar het moment dat je een bedrag inlegt. Bijvoorbeeld op 1 juli 2020. Je hebt met ons afgesproken tot wanneer de spaarrekening loopt. Jouw inleg blijft tot dat moment op de spaarrekening vaststaan. 2 jaar later leg je nog een bedrag in. Ook dit bedrag staat vast tot de einddatum van de spaarrekening. We berekenen vervolgens hoeveel jaren het bedrag op de spaarrekening vaststaat. Nu we weten hoe lang de bedragen op de spaarrekening vaststaan, kunnen we vaststellen welke vaste rente hoort bij deze looptijd. De actuele rentepercentages die wij aanbieden voor de diverse looptijden vind je altijd op onze website. Alle rentepercentages van de keren dat je inlegt brengen we samen tot 1 middelrente. De middelrente is het gemiddelde van de afzonderlijke rentepercentages. Daarbij houden we rekening met de grootte van elke inleg. Na elke nieuwe inleg berekenen we opnieuw de middelrente. Informatie over je rente vind je online of op je rekeningafschrift. Klik in je online overzicht op je spaarrekening voor informatie over jouw rente. Wij betalen in het begin van ieder jaar de rente aan jou. En als de rente is bijgeschreven op jouw rekening, dan is deze rentebijschrijving een nieuwe inleg op jouw spaarrekening. Voor de actuele rentepercentages kijk je op rabobank.nl/spaarrente.